Mercedes-teambaas Toto Wolff die zegt dat hij absoluut niets wil weten van de favoriete rol die zij altijd krijgen. Want volgens hem, en dat zegt hij al tijdens de testdagen in Bahrein, is Red Bull Racing dat. Want zij zouden iedere race op pole position moeten staan. Het team van Mercedes die heeft voor het eerst sinds jaren een geduchte tegenstander in de Formule 1. Na het raceweekend in Monaco heeft de Oostenrijkse formatie Red Bull Racing zelfs de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen. Ja, Max Verstappen gaat sindsdien aan kop bij de coureurs, maar desalniettemin leek Mercedes met name in Portugal en Barcelona de bovenliggende partij. Maar daar wil Wolff helemaal niets over weten. Hij zegt, Red Bull Racing zou op elk circuit op pole position moeten staan. Klinkt het tegenover de Frankfurter Allgemeine. Ze kunnen niet ontkennen dat ze de favoriet zijn. Het is simpelweg de realiteit. Tot op heden heeft Verstappen, net zoals Valtteri Bottas, 1 keer pole gepakt dit seizoen. Lewis Hamilton die klokte 2 keer de snelste rondetijd op zaterdag. In Bahrein had Max moeten winnen, want het is niet dat Lewis ongelooflijk goed reed. Als Max een halve ronde had gewacht met zijn inhaalactie, dan was hij als eerste over de streep gekomen. In Imola maakte Max een fout in de kwalificatie, anders had hij op pole gestaan. In Portugal overschreed hij in de kwalificatie en de race de baanlimieten. En daarnaast maakte hij een fout toen Lewis op hem jaagde, waardoor hij hem kon inhalen. Aldus, Toto Wolff. En we hebben dankzij EA en Codemasters, super bedankt daarvoor, de F1 2021 game alvast mogen spelen. Het is momenteel een preview build, dus nog niet de uiteindelijke versie, maar we mogen deze beelden alvast met jullie delen. Er zit een nieuwe singleplayer ervaring in de game genaamd Breaking Point en daarnaast introduceren ze ook in 2021 de Expert Mode. En in deze mode krijg je als speler net iets meer opties om mee te sleutelen om zo precies te rijden als jij dat wil. Tijdens het rijden zelf is de grootste visuele verandering voornamelijk de HUD. Dat is de overlay die je onderaan ziet om onder andere te zien hoe hard je gaat. Het is allemaal net even iets duidelijker wanneer je bijvoorbeeld de DRS open kunt zetten. Het is even wennen en het is natuurlijk ook een persoonlijke smaak of je nou mooi of lelijk vindt. Grafisch waren er niet echt hele grote verschillen met de vorige Formule 1 game, al lijkt het allemaal even net iets strakker te zijn. Career Mode kan je in F1 2021 met 2 personen spelen, samen kon je al een kampioenschap rijden, maar nu kun je samen een carrière afwerken, compleet met transfers en naar een ander team. Multiplayer konden we helaas nog niet testen, maar ze beloven daar wel echt de boel aan te pakken, zodat je nog beter de juiste lobby kunt kiezen, maar ook een uitgebreidere non-competitieve deel van de modus. Want je wilt soms gewoon racen tegen serieuze tegenstanders in plaats van dat je de baan af wordt gejeet. Maar dat hoeft niet altijd rank te zijn. Nou, om die redenen zijn er social play lobby's te vinden die zijn onderverdeeld in beginner en experienced. De F1 2021 game die komt op 13 juli uit. Nou, zoals ik al heb gezegd, de singleplayer modus die hebben ze flink aangepakt. Dat is eigenlijk voor iedereen wel leuk om even te spelen. My Team hebben ze met meer statistieken uitgebreid. De menus zien er allemaal wat cleaner uit en wat strakker. Nu hopen dat ze de multiplayer ook daadwerkelijk echt even goed gaan aanpakken. Want dat hebben we dus nog niet gespeeld. Ze hebben het wel beloofd. Maar goed, het is voor heel veel mensen een belangrijk deel van de game. Dus hopelijk gaan ze daar wat in verbeteren. Dat was hem dan, het GP Fans nieuws van de donderdagochtend. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!